Het was eigenlijk gewoon aan het werk, alleen een beetje grieperig. Dus ik ben naar huis toe gegaan. Ik ging beroerd slapen en ik werd verlamd wakker. Ik kon niet meer praten, helemaal niet meer bewegen. Je zit gevangen in je eigen lichaam. Ik bleek dus het Guillain-Barré-syndroom te hebben. Het is een relatief onbekende spierziekte. En dat komt omdat er in Nederland maar 200 tot 300 mensen per jaar worden getroffen door het Guillain-Barré-syndroom. En ik heb enorm veel geluk gehad dat ik iemand trof die snel die diagnose kon stellen. Dat is vrij uniek. Want stel, ze hadden de diagnose niet gesteld, hadden ze me dan wel op tijd aan een beademing gekregen? Met andere woorden, had ik het uiteindelijk wel overleefd.